precies. Ja, het is ook zo klein. Oh, daar hebben we er een. Ja, het zit er mee. Wel eentje daar, maar. Iron the bridge, and there is the wood. Mooi man. Ja, het is vrij. Eng? Twee mensen op een stukje rots. Ja. Niet zomaar een stukje. Best wel link eigenlijk. Ze hebben nu geen roetfilter uitgevonden. Is je geluid ook aanstaan? Ja. Je mag gewoon praten. Zeg naar het noorden. Okay. Vanaf Addis naar het noorden dan. Het lijkt misschien grappig voor wie er thuis veilig achter de pc zit te bekijken. Maar het is soms ook wel een beetje eng. Onze driver Daniel trekt geen... is not afraid at all. But I am a bit. Afraid. A bit afraid. You don't like height? No, I don't like heights. Okay. Especially when I am not in their control. But it's no problem. Af en toe zie je een flink rotsblok. Dat hebben ze al een beetje aan de kant geduwd, zo goed als mogelijk. Ik sta hier trouwens al wel op een iets beter stuk dan net. Maar ik zal het even laten zien, het is ook echt wel vrij diep hier hoor. Vrij diep. Als je naar beneden klettert dan
kilometer. Kilometer of twee. Er is net een bus gepasseerd. Het lijkt me ook helemaal niks om hier in de bus te zitten. Maar ja, je zal er wel aan wennen. Gedaald. Ik denk een half uurtje aan het dalen. Niet een vreselijk hoge tempo, gelukkig. Zo'n bocht hier. Man. Ik weet niet waar die mensen van leven. Misschien wel van de brokstukken die naar beneden komen. Auto's. Overigens wel adembenemend mooi. We zijn hier op stap met de gids. Hij heeft een heuse Kalasnikov op zijn rug. Want je kan hier gewoon luipaarden tegenkomen. Of leopards, dat zijn eigenlijk hoe noem je dat nou? Henk, help eens even. Leopards en leopards. Panthers. Huh? Dat zijn eigenlijk panthers, hè? De zwarte variant is het panter. En de gevlekt is een luipaardje. En baboons, dat zijn bavianen. Die op zich ook best gevaarlijk kunnen zijn. Het is wel aardig rotsachtig. Ik had misschien toch mijn bergschoenen mee moeten nemen. Maar nu toe gaat het heel aardig. Deze dames. Die hebben net een klein cadeautje van gekregen. Dus een tak aan het verzamelen, dat doen ze hier allemaal. En daar is Henk. It's angry. De whole family is caroling. Wie is nou nieuwsgierig geweest? Ja, ze heeft het graag zien. Het is niet uit de weg, hè? Nee. Kijk maar even een zonnetje over het uitzicht. Op mijn schermpje hier is bijna niks te zien, maar misschien zo meteen op de video wel dat je die bergen, de gelaagdheid van die bergen in de verte ziet. Een paar koeien heel ver weg. De mannenkudde gaat even de hyena verjagen. Of de koeien bij de hyena's vandaan halen. Op advies van onze reisgids. Hyena, eet kou? No? Sheep. Sheep.
Nou, is too big. Too big. Of wat. Menneke, dat blijft er lekker achter de steen staan. Ben ook maar blijf chagrin. Ik ben mijn lijf in Polonaise. Maar het is onder controle. Maar waar chagrin is er? Ik had altijd te pakken voor zo'n ventje. Flinke lel. Kan nooit geen kwaad. Sorry? Goed gedaan, Edertje. Dat is helemaal nog niet. We rijden nu achter een stoffig autootje. En achter mij doet ze raampje wel even dicht. Belangrijke informatie. Stof is in e-mails. De weg is niet smal. We hebben niet zo gek veel ruimte over, maar ik denk dat we er langs mogen. Ja hoor. Dat is de mop, hè? Ja. Ja. Stupid. Ja, en we leven gewoon nog. And you're still alive. Nou, de pelgrims verlaten de processie. Dat is best wel indrukwekkend. Ceremonieel, maar ook wel tolerant. Je kon er makkelijk tussen bewegen. Tegenstelling tot veel oosters, orthodoxe kerken. Is het hier licht en vrolijk, een beetje ongeorganiseerd ook wel. Dat maakt het wel heel makkelijk om mee te maken. Ze gaat dus even toegangskaartjes kopen voor het museum wat erbij hoort. Een vrij jonge knul, maar die is enorm betrokken. Dus rende net in de kerk naar voren om de hand van de priester te mogen kussen. En hij... Sorry, hij
dit moment wordt er gebedeld bij Bastiaan? Op dit moment wordt er gebedeld dat iemand een brood kost. Ja? We kunnen niet meer werken, denk ik, hè? Ja. Ja. En Henk die geeft een mevrouwtje iets om te eten. Ja. Ik vind het u gewoon... Put in here. It's from the 4th century. Yes, this is from the 4th century Ezana church. So we will see more old paintings inside the 2nd century. But the 3rd one is not allowed for anyone, only priests and deacons they go inside the 3rd one. After the curtain. Because we have, after the curtain. Because in the 3rd we have the copy of the ark. The copy ark of the covenant. In this church? Yeah, we have the replica. This is the copy. The copy, yeah. In every church. In all churches in Ethiopia, we have copy. But the original is in here, but we have a copy in every church. So you can you cannot see the copy. The copy is during festival. This is stukje uit de vierde eeuw. Yes. The arks are carried from here to the water. Nearby water, so everyone can see the coffin. But not every day comes out. But during the ceremony time, the copies come out. It's like the temple in Jerusalem, which has three sections. Three parts. Yes, three sections. Ceremonies. Yes. So this is like the. Father, the Son, the Holy Spirit. All right. And below the Trinity is the heavenly priest. So we have a priest. There are a priest in the heaven. He always pray and also give us a service to the divine throne of Jesus Christ. And the third one is Adam and Eve, with the rock, with the crown, before they ate apple, and then they drive out from the Garden of Eden. Look without clothes at the corner. All right. Thank you. So this is the painting of Saint Michael and Saint Raphael. Michael on the right, and Raphael in the left side. Very nice. These are the archangels. This is from 17th century. Whoa, the colors are very nice. Yeah, very nice. Yeah. I think this is a very big quality of your artist. This is the Orthodox kerk waar we net waren. Graven. Zo ongeveer 300 na Christus is dit gemaakt allemaal. Er zijn een stuk of 6 van dit soort graven. Op de markt. Ik kom daar. Nee, dit is Aksum. Dat is echt wel een leuk tafereel. Wat is jouw naam? Amani. Amani. Amani? Amaniel. Very good. Last time there was coming archaeology from German and they get some history. Okay. Tomorrow morning we go. Are you going to go? Hi. Are you going to go? What is this? Papaya. Pepper. Het is overal, het is markt. Zondag. Maakt hier voor de
orthodoxen verder niet uit. Fruit and vegetable market. Fruit and vegetable market. Yeah. Yeah. Your English is pretty good, guy. Wordt er veel gewoon per kameel aangevoerd. Dat is ongelooflijk. Nou, zoals de koningin van Scheep ben je ook natuurlijk vervoerd. Zoals de traditie vertelt. Wel leuk hoor, goedemiddag. Are there also Orthodox people, Orthodox Christian people on the market? Yeah, also. Most of the people are Orthodox. Yes. So just to show. Yeah. My wife is very curious about what I have seen. She's hard. She's gonna look. She's stinking. So how? Thank you very much. I see. Yeah. Thank you. أنا ما بغني قدني بصرا صار de geiten, een heleboel kinderen die ons achtervolgen. Why is the boy carrying the wood all the time? You want to drink some local? Doorsteen. Straatje in de oude stad. Prachtig hè, ik heb wel een ezeltje met een. Het gaat hier echt nog net als 100 jaar geleden. 1000 jaar geleden misschien wel, behalve de rubberwielen. Ik wil bring you the coin. The small coin. Yeah. What's the price? Yeah, you can get him only the uniform. Nou, dit is echt het oude stadje schijnt. Nou, het is in ieder geval echt oud. Want het scheelt ze niks, blijven er gewoon lekker in wonen. En het wordt niet als een museum behandeld. Overal kindertjes. Everywhere children. Ja, ik ga nu even hier rondkijken. Open. Impossible. Dit is een hele mooie plek hier. Henk praat zoals gewoonlijk weer eens met een kind. Weer iemand die dokter wil worden. Hij wil een boek hebben, net zoals gisteren. Dan kan ik gisteren doorstuderen. Ja, dat dacht ik al ja. Met 44.000 woorden. To read. Yeah. To read. This is my elementary school. What's that?